Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Jupka Floris en vandaag even een informatieve video. Om even uit te leggen hoe voor mij en ook hoe voor jullie de komende paar weken eruit gaan zien op dit kanaal. Want zoals misschien sommige mensen van jullie al wisten, de afgelopen maanden, sinds 1 september, studeer ik in Frankfurt. En Frankfurt ligt in Duitsland. En dan denk je er misschien van, maar Floris, hoe heb jij dan video's nog gemaakt de afgelopen maanden? Nou jongens, ik heb mijn hele setup van Nederland in de auto gepropt. Met de auto gereden naar Frankfurt. Daar allemaal weer uitgepakt. En daarom heb ik dus mijn hele setup nu hier in Frankfurt staan. Dus dat is super nice allemaal. De video's zijn dus gewoon doorgegaan. Maar door privéredenen, nou ja, eigenlijk zijn het niet helemaal privéredenen, maar ik heb helemaal geen zin om dit helemaal uit te leggen, moet ik op 12 december moet ik terug naar Nederland tot en met 5, 6 januari. Het zijn dus redenen, niet per se heel privé, maar ik heb helemaal geen zin om het helemaal uit te leggen. Geloof mij maar gewoon dat het echt moet. Dus ik moet van 12 december tot en met 5 januari naar Nederland. Ook wel weer leuk natuurlijk, lekker met de kerst met mijn gezin. Lekker gewoon weer de vrienden zien uit Nederland. Super, super tof. Maar dat betekent natuurlijk, wat moet ik doen met de video's? Want ik ga niet voor 3 weken mijn hele setup weer helemaal uit elkaar trekken met de auto terug. Dat is gewoon te veel gezeik en daar heb ik even geen zin in. Dus, mijn setup blijft hier staan. Maar ik ben hier niet de komende 3 weken. Hoe ga ik dit nou oplossen? Nou, ik ga sowieso heel wat video's voor jullie van tevoren opnemen. Maar het zal sowieso niet om de dag een video zijn. Dat haal ik gewoon niet. Dan moet ik iets van 20 video's... Nee, niet 20. Moet ik iets van 12 leuke video's van tevoren opnemen. Dat wordt gewoon te veel. Ik heb liever leuke video's, maar iets minder vaak, dan dat ik gewoon random video's online gooi. Gewoon even snel iets doe. Even snel iets saais doe en dan maar toch een video hebben. Ik ben de laatste tijd ook meer iets meer quality dan quantity. En dat betekent dus dat er afkomende 3 weken komen er gewoon nog video's aan. Ik zal een beetje een richtlijn aanhouden van 3 video's per week. Dat is een beetje mijn doel. Dus dat komt gewoon helemaal super goed. En als ik dan weer terug ben in Frankfurt rond 5 januari ongeveer, dan komen er gewoon weer meer video's aan. Ik wil ook even deze periode nemen, want ik ga natuurlijk nu 3 weken lang geen video's opnemen. Om even na te gaan denken van wat wil ik nou met mijn kanaal, want ik wil het een beetje gaan aanpassen. Want ja, de views gaan nou niet super lekker. Het enige wat omhoog gaat op dit moment zijn mijn abonnees nog. Maar dat gaat ook heel langzaam omhoog. Maar het gaat tenminste nog omhoog. Maar ik wil dus ook eventjes kijken wat wil ik nou van mijn kanaal. Wat wil ik nou met mijn kanaal. En gewoon even kijken hoe en wat. Maar er komen dus de komende 3 weken gewoon nog video's aan. Ongeveer 3 per week. En ja, dat is alsnog nice dat ik dus voor jullie, terwijl ik een studie hier heb in Frankfurt, alsnog even die video's pomp gewoon. Dus daar ben ik zelf wel trots op dat ik dat kan doen. En jongens, ja, super bedankt voor het kijken eventjes. Een kleine update video dus. Eventjes om te laten weten hoe en wat. Maar voor jullie verandert er in principe niet heel veel. Het enige dat een beetje verandert is misschien iets minder video's dan normaal. Maar ook niet een heel groot verschil met normaal. Dus ik denk dat jullie het allemaal niet al te erg vinden. Geniet lekker van jullie kerstvakantie straks. Volgens mij is het nog niet kerstvakantie voor jullie. Maar straks wel. Geniet lekker van de kerst. Van oud en nieuw. Behoud je vingers. Maar volgens mij mag je in Nederland helemaal geen vuurwerk afsteken. Ik weet het eigenlijk niet heel eens goed. Ik zit in Duitsland. Volgens mij mag het in Duitsland wel. Weet ik niet eens. Jongens, super bedankt voor het kijken. Dan weten jullie het eventjes. En jongens, ik zie jullie allemaal in de volgende video. Maar even kijken. En tot dan mensen.